Hoi allemaal, leuk dat je weer kijken. En vandaag heb ik voor jullie een video waarin ik laat zien hoe ik mijn haar, make-up en een outfit heb die ik doe als ik haast heb. En we herkennen het allemaal wel dat we gewoon af en toe echt heel erg veel haast hebben. En we hebben ons verslapen of zo, of we moeten bij een afspraak zijn, maar we hebben heel weinig tijd. En we willen er toch een beetje netjes uitzien. Nou, vandaag heb ik daar een video over. Oké, dit herkennen we allemaal wel. Helaas. Het is mijn manier om 's ochtends even wakker te worden. Oké, nou, hup, gelijk beginnen. Ik begin met make-up en ik breng eerst een beetje concealer aan. Mijn ogen zijn 's ochtends vaak heel erg rood. Dat wil ik toch een beetje bedekken en ook de wallen als je die hebt. En daarna ga ik met de BB, nou ja, eigenlijk CC cream aan de slag. En doe ik gewoon een beetje CC cream smeer ik op mijn gezicht. En met de Beauty Blender echt een geweldig sponsje. Blend ik het uit. Dit geeft echt een heel mooi natuurlijk effect. En CC cream is gewoon heel erg snel. Vind ik net wat makkelijker. Wenkbrauwen die doe ik nog even snel. Ik gebruik poeder om het gewoon wat mooier te maken. Daarna kam ik ze door. Ik breng nog wat mascara aan. Nou, normaal zou ik ook eyeliner doen. Maar hey, we hebben haast. En ik wil het risico niet nemen dat ik opeens een mislukte eyeliner heb. Stel, je bent echt super pro in het maken van hele snelle eyeliners en zo. En je weet dat het niet misgaat, dan kan je het wel doen. Daarna doe ik nog even mijn lippen. Doe een lipblush van Essence op. En omdat we haast hebben, gebruik ik die lipstick ook op mijn wangen als blush. Hij is heel erg romig. Daardoor kan ik hem als blush gebruiken. Je kan ook lipgloss als blush gebruiken. Maar net wat je makkelijk vindt, maar ik vind deze wel heel erg mooi. Daarna poeder ik het nog even af. Ik maak eerst een zijscheiding en ik pak 3 plukjes aan de bovenkant en die ga ik vlechten. En elke keer als ik vlecht, dan pak ik een plukje van de zijkant mee. Dus de strengen worden steeds dikker, dus zeg maar invlechten. Je moet goed kijken, je ziet elke keer wanneer ik vlecht, dan pak ik een plukje van achter mee. Die voeg ik toe aan een van mijn 3 strengetjes en dan ga ik vlechten. Het is misschien heel moeilijk uit te leggen, maar als je goed kijkt, dan snap je het wel. Op een moment merk je dat je zoveel haar hebt meegepakt dat ze een beetje op begint te raken. Dus dan maak ik een gewone vlecht verder. En doe ik er uiteindelijk een elastiekje in. En dan frun ik nog een beetje aan de staart om het iets speels en nonchalanter te maken. Daar hou ik wel van. En dan ben ik klaar. Dit is de eerste haarmanier. Ik heb er nog één. En deze vind ik ook heel erg leuk, heel erg lenteachtig. En ik heb een bloemenkrans, die doe ik in mijn haar. Je hebt wel echt iets van een haarbandje nodig. Ik heb deze bloemenkrans. En aan de zijkant pak ik gewoon een haar, een pluk haar. En die kop ik er dan zeg maar gewoon zo achter. Die doe ik er dan zo in. En nog één en nog één. En dan lijkt het alsof het echt heel erg mooi zo omhoog is gedaan. Maar het is eigenlijk heel erg simpel. Aan de andere kant pak ik alleen de voorste pluk. En dit doe ik er zo achter. En ik vind het zelf heel erg mooi. Echt een beetje bohemianachtig. Ik denk dat je wel een beetje van moet houden. En stel, je hebt nog tijd over en je wilt het heel graag doen. Dan kun je een beetje krullen maken aan de onderkant. En ik maak een beetje grotere en kleinere krullen. Vind ik een beetje mooi qua afwisseling. Dat is zo zomers. Ik vind het heel erg tof. Ik begin met de outfit. En ik ga voor een simpele maar leuke outfit. Met een statement ketting. Waarom ik voor een statement ketting kies... Omdat dat gewoon één item is een eyecatcher en daardoor hoef ik geen andere sieraden te gebruiken. Gewoon snel één sieraad klaar. Helemaal klaar, sieraden klaar. Het maakt je outfit net wat leuker en het lijkt dan meer alsof je echt 's ochtends gewoon netjes je best hebt gedaan. En alsof je helemaal geen haast hebt gehad 's ochtends. Voor de rest ga ik voor een jeans. Dit is een stretchy jeans met erop een wit topje. Een simpel wit topje met een heel schattig astic printje. En een spijkerjasje. En mijn Nike's. Want als ik 's ochtends nog haast heb, kan ik hier makkelijk op rennen. En dan zijn we bijna ready to go. Vergeet natuurlijk niet te ontbijten, want dat is ook heel erg belangrijk. Ook al heb je haast. Dit was het. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Vergeet geen duimpje omhoog te doen en te abonneren op Fem. En dan zie ik jullie volgende week weer. Doei! Bedankt voor het kijken! Deze hele week hebben wij What's in My Bag video's. En ik ga jullie vandaag laten zien wat ik meeneem als ik een nachtje ergens anders slaap. Dus